Luc Steyns, proficiat, twee keer. Je persoonlijke uitverkiezing tot beste spelverdeler van de Benelux. En uiteraard met de titel. Hè. Ja. Wat doet dat met de mens? Ja, opluchting vooral. We hebben er al afgelopen seizoen al een aantal keer naast gegrepen. En vandaag mogen het eindelijk zo zijn dat we niet meer eeuwige tweede genoemd kunnen worden. En dat we eindelijk een gouden medaille om onze nek hebben hangen. Ja. Was het zwaar het weekend? Gisteren, het zijn altijd twee wedstrijden in een weekend. Dat is altijd zwaar. Maar ik denk dat we door de brede selectie misschien iedereen wat meer rust hebben kunnen geven dan andere teams. En daardoor ook veel hebben kunnen doorwisselen, waardoor iedereen toch fit in het veld kon blijven staan en waardoor we over het einde die wedstrijden toch vooral gewonnen hebben. Ja, heeft dat de doorslag gegeven, de grote bank? Ja, ik denk dat dat wel meegespeeld heeft. Wij konden toch iedereen een beetje rust geven en als je zag bij Bevo, ja, we moeten dan toch met veel dezelfde jongens blijven spelen. Die hebben niet zoveel wisselmogelijkheden en ik denk dat dat toch wel belangrijk is in het handbal. Hoe kijk je persoonlijk terug op je seizoen? Je bent verkozen tot beste spelverdeler. Jonge kerel, ben je al 20? Ik ben nog 19. Maar ik word in maart 20 en het is natuurlijk een fantastisch seizoen geweest. En ik vind de opzet van de Benelux echt fantastisch. We spelen elke wedstrijd, speel je topwedstrijden. En je merkt ook dat bij ons in het team iedereen daar beter van wordt. En ook andere clubs daar beter van worden. En ik vond het echt een te gek seizoen tot nu toe. Waar ligt jouw sportieve toekomst? Ligt die in de Benelux? Of heb je ook de ambitie om eventueel naar het buitenland te gaan? In eerste instantie wil ik sowieso mijn studie afronden. En alles wat daarna komt, dat zie ik wel. Ik wil me eerst focussen op Lions en de eerste prijs van dit seizoen is binnen. Maar we willen graag ook landskampioen worden en nog meer prijzen pakken met de club. Proficiat en veel succes!